Thomas Koenis en Jannes Stokroos aan tafel. Thomas, als je deze beelden ziet, wat denk je dan? Dan lijkt het heel erg lang geleden te zijn. Vol met in die plaza, volle businessclub. En het voelt eigenlijk een beetje gek. Ik heb het zelf zo, als je dan heel veel mensen zo bij elkaar ziet, denk je, oh, dat mag niet, dat kan niet. Ja, dat niet per se, maar het voelt gewoon lang geleden dat het voor de laatste keer was. En dat we eigenlijk het nieuwe normaal is, gewoon de realiteit op dit moment. En dat het eigenlijk gewoon nu gaat zonder publiek en nu helemaal niet. Maar went dat voor jou? Nee, het went niet, want wedstrijden speel je natuurlijk voor fans, voor het publiek. En ook de afstand houden tot andere mensen, dat is niet iets gewoons voor de mens, denk ik. En dat op zich zal niet wennen, alleen de situatie is er gewoon. Maar hoe ga je daarmee om? Want het is natuurlijk al vanaf maart. En we hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat het na de zomer wat beter zou gaan dan bedoeld. Nou, dat is niet zo. Sterker nog, is in een hele vervelende tijd qua donor. Kun je dan nog wel jezelf steeds gemotiveerd houden? Deze periode gaat best wel goed. Ik moet zeggen, in maart was het een stuk lastiger. Toen was het uitzicht een stuk minder. Maar nu weten we dat het ergens de komende tijd weer gaat starten. In ieder geval is de hoop en ook wel de verwachting. We trainen gevarieerd. We hebben een leuke groep. Dus dat zijn zeker factoren die meespelen waardoor we ons gemotiveerd kunnen blijven houden. En we hebben nog steeds een doel dit seizoen. We willen kampioen worden en willen een mooi seizoen draaien. Dus met dat in het achterhoofd is er genoeg motivatie. Over die leuke sfeer wat je zegt in het team. Gisteren was het weer zo'n Instagram dat een speler het overnam, zeg maar. Gisteren was Will Morton. We hebben dat al gehad met Damian Rudes. Hartstikke leuk om zo een beetje een inkijkje te krijgen hoe een dag is voor de spelers. Maar die sfeer is echt zo goed, hè, onderling. Ja, de sfeer is zeker goed. Ja, ik heb het dan zelf niet gezien. Ik heb zelf geen Instagram. Maar, dan moet je daar snel aan beginnen. Want jij moet volgens mij volgende week, of niet, toch? Ik heb geen idee. Ik heb dat niet. Maar zeker de sfeer is hartstikke goed. We gaan heel leuk met elkaar om. En op het begin van het seizoen deden we ook vaak dingen samen. Dat is nu even anders, want nu mag je niet met veel mensen samen zijn. Maar dus als je met de spelers op het veld staat, dan is het hartstikke leuk. De situatie was zo dat jullie maar met z'n vieren mochten trainen. Volgens mij was het in de afgelopen 2 weken zelfs maar met z'n tweeën. Dat is toch bizar voor een basketballer dat je maar met z'n tweeën iets mag doen. Ga je dan 1-1 spelen of zo? Nee, dat mag ook niet, want je moet die 1,5 meter in acht houden. En, dat is gewoon heel veel creativiteit van de coaches om ons fit te houden. Want je moet wel aan je conditie blijven werken. Je moet oefeningen doen die niet alleen maar saai zijn. Dus het was een opgave voor de coachingstaf. En die hebben dat hartstikke goed gedaan. Ik ben blij dat we nu weer met z'n vieren. Dus er is weer iets meer mogelijk. Dit ben je gewend in de zomer en dan doe je het vrijwillig, maar nu is het verplicht. Ja. Zijn er nu ook spelers, want het Nederlands team is nu ook weer in training, heb ik begrepen. Er zijn toch ook spelers van Donor die daar nu weer meedoen? Ja, klopt. Leon en Willem. En ik begreep vandaag dat Leon bij de selectie zit die meegaat naar Turkije en dat Willem als reserve is. En, die hebben in ieder geval lekker 5-5 kunnen spelen. Maar hoe leggen we dat dan? Hoe kan dat? Waarom daar wel en hier niet? Ja, schijnbaar is het in Amsterdam een stuk beter gerecht. Met alle corona-aanvallen. Dat begrijp ik ook niet. Je zou verwachten dat de situatie hier ook gecreëerd kan worden. Hoe het in Amsterdam is georganiseerd. Ja. Het is op zich wel positief dat het kan. Hè? Dus daar moeten we met z'n allen gewoon naartoe. Ja. Ja. Vandaag ook. Jan Stokroos, vandaag zag we een stuk in de krant van Ivan Rudes. Ja. Die even duidelijk zijn mening gaf en wat hij ervan vond. Terecht overigens, ik denk dat heel veel mensen dat voelen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, nee, ik begrijp Ivan natuurlijk heel goed. Hetzelfde hebben wij. En, je moet hen een plek zien te geven, omdat je weet dat op dit moment het een feit is. En de enige manier is om het te veranderen is om een politieke lobby op gang te zetten om een uitzondering te krijgen als andere topsportclubs. Kun je het uit in de krant. Maar we weten dat het meest effectief is om via het orgaan NRC-NSF in contact te komen met het ministerie en met de minister, wat trouwens vrijdag gaat gebeuren. We hebben ons georganiseerd als andere topsportclubs en hebben een protocol ingediend waaronder wij ook onder dezelfde vergelijkbare omstandigheden als het betaalde voetbal
denken wedstrijden en trainingen te kunnen gaan organiseren. Ja, maar dat is zo frustrerend. Ook die oefenwedstrijd en de eerste wedstrijd in de competitie, dat Donut echt helemaal voor elkaar had. Dan wel zonder publiek, maar je kan in ieder geval spelen. Ja. En dat ging goed, er waren geen rare situaties. Het veiligheidsregio was er ook helemaal mee eens. En dan kom je opeens in deze situatie te zitten. Dat lijkt me zo enorm frustrerend, ook als voorzitter. Ja, je moet kijken hoe je steeds zeg maar, met de club een stip op de horizon zet. Omdat je moet klaar zijn voor de eerstvolgende wedstrijd bij een topclub. En dan werk je daar met z'n allen naartoe. Zeer gemotiveerd. Iedereen zet zich in om nog stukken klaar te maken. Protocollen te schrijven. Het te delen met Martini Plaza. Ja, en dan op zo'n vooravond de wedstrijd tegen de IJsberen. Waar we eigenlijk zouden opschalen naar 1200 man. Was de dag dat in één keer weer de lockdown kwam. En dan, ja, dan... Echt, dan heb je gewoon een beroerde nacht. Omdat je denkt van, jee, weer alle energie die erin gestoken is, is voor niks geweest. Ja. Maar je hebt geen keuze. De volgende dag gaat de wekker weer. En je moet weer kijken van, wat is het volgende eindmoment waar je naartoe moet werken. Ja. Ik zag het ook in de BBC nieuwsbrief die vorige week of deze week uitkwam. En dan gaat het over 30% inkomstenderving en 10% kostenstijging. En daarbij wordt ook gezegd, de begroting is echt een dagkoers. Is het echt zo concreet? Ja. Nou ja, omdat je afhankelijk bent natuurlijk, hoe gaat het proces lopen met seizoenkaartverkopen? Hoe gaat het proces lopen met de BBC-opzeggingen? Komen BBC-leden nog weer terug? Die hebben gezegd, vanaf maart, ik val even stil met mijn activiteiten, maar ik hoop na de zomer, waar we allemaal op dachten weer actief te kunnen worden, wel weer toe te treden. Dus je maakt eigenlijk een soort van... rolling begroting, in die zin van dat je gewoon van week tot week je begroting bekijkt en bijstelt. En op basis hebben van inkomsten en uitgaven die je wel moet maken. Hè? Want terecht moet Thomas natuurlijk een salaris hebben als speler. En tegelijkertijd moet je extra maatregelen nemen, zoals extra testen, extra voorzieningen treffen, toegang regelen bij oefenwedstrijden die extra gelden kosten. En al dit soort zaken horen er ook gewoon bij, die je normaal gesproken misschien niet hoeft te doen, omdat je als BBC bijeen kunt komen. Ja. Nou, er komt net een vraag binnen, zie ik ook via de WhatsApp, van Tom Schipper van Sportbelevenis. Zijn eigen activiteiten zijn ook helemaal stil komen te liggen. Kunnen leden na afloop van het seizoen compensatie verwachten van gemiste wedstrijden? Nou, even kijken, een lidmaatschap is meer dan zeg maar, wedstrijden bezoeken. We proberen ook met dit en een donor voor local, proberen de waarde van de seizoenkaart voor BBC en fans meer waarde te geven dan alleen een wedstrijd bezoeken. En natuurlijk snap ik wel dat uiteindelijk zeg maar, het bezoeken van de wedstrijd het ultieme is qua waarde van de kaart. Nou, we hebben dat proberen uit te leggen afgelopen weekend in de mail naar alle BBC-leden. Dat zeg maar de compensatie en een vorm van compensatie aan het eind van het seizoen bekeken wordt. Omdat we nog steeds ambitie hebben, en dat kan nog steeds, dat wij vanaf half januari een volledige competitie verder af gaan maken. Zodat we nog steeds de volle waarde kunnen geven aan de kaart. Ja, kijk aan. En laten we ook vooral proberen kijken naar de positieve dingen. Jij zei, of tenminste ik denk dat je die als positief kan bestempelen. Als eerste is vrijdag dat overleg met de minister met NOC en NSF om in ieder geval weer te kunnen spelen. Dat is een positieve. Maar vandaag is ook bekend geworden dat de drive-thru aanstaande vrijdag en zaterdag daadwerkelijk ook mag en kan gaan plaatsvinden. Ja, nou, dat is ook zo'n activiteit die achter de schermen gebeurt in overleg met Martini Plaza en de gemeente, de veiligheidsregio. We willen gewoon graag optimaal in de bandbreedte van wat mag kijken hoe als we in contact kunnen blijven met onze fans. Nou, dan kun je natuurlijk alles in een envelopje sturen en naar huizen sturen. Het mooiste is natuurlijk dat je zeg maar, nog even contact hebt en dat je nog even fans goede dag kunt zetten. Kunt zeggen als ze langsrijden, eventjes de waarde persoonlijk overhandigen. Ja, dat soort contactmomenten zoeken wij toch steeds op. En ja, gelukkig mag het weer in deze iets ruimere omstandigheden. Ja, en daar speelt deze prachtige donor bobblehead ook nog een rol. Ja. De mensen die een seizoenkaart hebben, een goldcard houden en de BBC-leden krijgen. Die krijgen hem allemaal, ja. Hartstikke leuk. Ook voor jou meteen een vraag binnengekomen, Thomas, van diezelfde Tom Schipper. Die is echt druk aan het WhatsAppen momenteel. Hoe hou je motivatie vast en maak je straks zorgen over de fysieke gesteldheid als de competitie straks start met veel meer wedstrijden? De motivatie, ja, kijk, er is altijd wel een intrinsieke motivatie om sowieso fit te blijven. En daarbij helpen de coaches ook mee om een gevarieerd programma op neer te zetten. Het is even aanpassen, maar dat geldt voor iedereen. Daar ondervind ik zelf geen hinder van. Naast dat we elkaar gewoon ondersteunen op het veld. De tweede was die fysieke gesteldheid. Ja. Als er straks heel veel wedstrijden achter elkaar komen. Ja, goed, dat zal een impact hebben uiteraard, ook op het lichaam.
Maar goed, daardoor zal ook minder getraind worden. Hè? Dus daar zal een belasting, wedstrijdbelasting zijn. En daar pas je ook je trainingsritme op aan. En het is niet zo dat we nu stilzitten. We worden nog steeds fysiek uitgedaagd. We kunnen nog steeds in de sportschool. Dus we proberen ons daar zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat het straks gewoon echt een drukke periode gaat worden. En ik hoop dat we binnen afzienbare tijd weer gewoon met volledig contact kunnen trainen. Waardoor we ook gewoon wedstrijden kunnen nabootsen. Ja. Dat zou enorm helpen. Nou, laten we in ieder geval hopen dat dan vrijdag er wat positief nieuws uit Den Haag komt. We kunnen natuurlijk nog even op de trekker stappen bijvoorbeeld naar Den Haag. Ja, die hebben ze wel genoeg in Groningen. Dus, Hey Thomas, hartelijk bedankt. Ik heb begrepen dat jij nog andere dingen moet doen. Dus fijn dat je even in de studio was om hier bij ons te zijn en jouw verhaal te vertellen. En ik hoop dat we elkaar heel snel weer gezien bij de wedstrijden. Is goed, ja. Dankjewel. Dankjewel.